De pompprijzen zijn per vandaag wederom aangepast. Voor ongeladen benzine ging de prijs met 1 SRD en 76 cent omhoog, terwijl de dieselprijs hetzelfde is gebleven. Begin april maakte de regering nog bekend dat de pompprijs tijdelijk gesubsidieerd zal worden. Voortaan wordt er 22 SRD en 71 cent betaald voor unleaded brandstof. De prijs van diesel blijft ongewijzigd op 19 SRD en 87 cent. Super unleaded, wat we kennen als V-Power, kost nu 26 SRD en 31 cent. Dit is een verhoging van 24 cent. Het ministerie van Financiën en Planning zegt dat de afgelopen maand de internationale olieprijs een grillig verloop heeft gehad. De voornaamste oorzaak van de aanpassing van de pompprijs heeft te maken met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Om de gevolgen voor de gemeenschap te minimaliseren, handhaaft de regering de voorlopige subsidie op diesel. Voor unleaded is er geen subsidie of government take. Alleen bij V-Power wordt er een government take toegepast. De regering heeft nu een nieuwe subsidiesysteem in voorbereiding op basis van objectsubsidies verwacht. Verwacht wordt dat dit systeem de objectsubsidie in juni kan vervangen.